leven gezien. Als jij dat hoerje op jou beter op had gevoeld. Is dat wat je tegen mij zeggen moet? Mijn zoon ligt hier door jouw duivels gebroed dat gewoon nog leeft. Theatergezelschap Wat We Doen gaat vrijdag in première met de voorstelling Angry Young Men. Ik denk wel dat jongeren echt wel veel herkenbare punten gaan zien. Van wat ze gewoon meemaken en wat gewoon dicht bij hun belevingswereld staat. Stok een fik, kijk die vlammen, hey, hey, hey. Stok een fik, kijk die vlammen, hey, hey, hey. In het voorprogramma hebben we een groep jongeren uit Rotterdam die ook eigenlijk hun versie, een getheatraliseerde versie van hun verhaal of een verhaal van hen heel dichtbij gaan vertellen. En ik vind dat zo'n tof project, omdat je gewoon meereist met een professioneel gezelschap, maar ook misschien wel voor het eerst je verhaal kunt doen. En dat voorprogramma, dat maakt de voorstelling extra bijzonder. Jongeren uit Rotterdam-Zuid vertellen op hun eigen manier hun verhaal, waarbij het thema veiligheid centraal staat. Het idee van mezelf zijn zit er wel echt in, alleen het is heel anders. Het is echt, zeg maar, de persoon die ik liever nooit wil laten zien aan de buitenwereld, laten zien aan de buitenwereld. Okay. Althans, ik heb altijd thuis de grootste bek gehad. Oké. Nee, je kan daarmee. Waarom vind je het belangrijk om als jongeren een verhaal op deze manier te vertellen? Omdat als je het op een normale manier gaat vertellen, wordt er meestal niet naar je geluisterd. En het is heel snel vooroordelen hier, dus ja. Ik ben, zeg maar, vroeger ook getest met dansen en dat probeer ik nu steeds weer te verbeteren. Hoe veilig voel jij je in Rotterdam of in jouw wijk? Ik heb wel momenten dat ik aangesproken word door heren op straat van hé dame, gaan we even wat leuks drinken? Maar voor de rest voel ik me super veilig in Rotterdam. Het is nooit dat ik denk van oh, ik loop nu op een plek, oh laat me heel even mijn tas goed vasthouden of laat me heel even een stuk sneller lopen. Uiteindelijk leer je mij wel echt kennen als de persoon die ik ben van binnen en niet die ik laat zien.